mensen. Het is weer enorm groot en net als de vorige keer. Allemaal leuke, aardige mensen. Er is niks aan de hand. Gewoon allemaal mensen die opstaan voor vrijheid. Want wat nu gebeurt met al die QR-codes is geen vrijheid. We worden gewoon buitengesloten. En flikker op met je testen. Je kan niet meer spontaan even de kroeg of een restaurant inlopen. Dus daarom zijn we hier. Even Thierry filmen. Ja, maar ik ben hier. Ja, nou ja, ik ben hier.
Oh, die heb ik al. Ja. Vaccinatieprogramma's en lockdowns en great reset weggeven. Want die vrijheid is ons geboorterecht en die pakken ze ons nooit af. Zijn er mensen hier die nog geen lid zijn van Forum voor Democratie? Dan moeten jullie nu allemaal die telefoontjes waarmee jullie mij aan het filmen zijn pakken. En naar fvd.nl gaan en lid worden, want niets van dit alles is mogelijk zonder jullie steun. En je hoort, het geluid kan nog beter. Dus steun ons, word lid, sluit je aan. We moeten één beweging vormen met elkaar. We moeten dit echt samen doen, met z'n allen. En vandaag is voor mij een ongelooflijk signaal. En ik weet zeker dat ze het in Den Haag voelen. Ik weet zeker dat ze het in Davos voelen. Ik weet zeker dat Klaus Schwab het in zijn broek doet. Sorry, ik kan echt niks aan hebben. Geef maar een vrijdag. Ik kan niks aan hebben. Dankjewel. En ik ben niet bang en geen van ons moet bang zijn. En we moeten ons realiseren dat het gaat niet om de volksgezondheid. Niets van wat ze doen gaat om de volksgezondheid. Het gaat om controle. Het gaat om de macht over ons allemaal te krijgen. Het gaat erom dat we bang zijn, dat we akkoord gaan met het opgeven van onze privacy, onze vrijheid, met die QR-codes waarmee ze ons kunnen tracken. Ik ben ongelooflijk trots op jullie allemaal, dat jullie hier zijn. Ik ben zo dankbaar dat we dit samen mogen doen. En stel je voor wat er gebeurd was als de Judas Alliantie in november had gewonnen. Dan was er geen één stem in de politiek geweest die dit verhaal vertolkte. Dan waren wij er niet geweest, dan hadden we dit niet kunnen doen. Dus laten we ook dankbaar zijn voor de manier waarop dit gegaan is. Ik voel de goddelijke hand. Ik voel de voorzienigheid. Onze kracht wordt steeds groter. We zijn niet meer te stoppen. En we gaan door. En ik dank jullie. Dank je wel. Volgens mij. Ja, dat klopt. Fijne dag, hè?
doen. Ik weet niet of het druk was dan de vorige keer, ik hoop het wel. Trouwens, nog lang niet iedereen is hier. Goed mensen, ik weet niet, het was een leuk feestje. Leuke, goede demonstratie denk ik. Heel veel mensen. Dus ja, ik vond het fantastisch. Nou mensen, fijne dag en ik zie jullie komende donderdag weer. Later!